Japan heeft vandaag ongeveer 3 miljoen Amerikaanse dollar gedoneerd aan Suriname. Ten behoeve van het lenigen van de nood na de overstromingen in het binnenland. De overeenkomst werd getekend door minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en de ambassadeur van Japan, Yutaka Matsubara. Zowel Ramdien als Matsubara gaan in op de samenwerking. Dit is onderdeel van de activiteiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Met name het onderdeel Directoraat Internationale Samenwerking, die eigenlijk overal in de wereld samenwerkingsverbanden aangaat en op basis van de loyaliteit die er is, middelen kan verkrijgen. Both of these projects, together with many other cooperative initiatives carried out over the past 46 years since the establishment of diplomatic relations, are testament to the long-standing relationship which our countries have been enjoying. Our strong relations are based on shared universal values, including human rights, democracies, rules of law, and sustainable use of marine living resources. Minister Riad Noor Mohamed van Openbare Werken zegt dat er nieuwe drainagepompen zullen worden geïnstalleerd op strategische plekken in de afwateringsinfrastructuur van Suriname. Japanse en Surinaamse deskundigen zullen daarvoor nagaan welke pompgemalen dringend aan herstel of vervanging toe zijn. The Minister of Public Works will execute this project. It's a grant and we have decided to put it in rehabilitation, optimization of the pumping works. I have been mentioning this for the last months, last years perhaps, that we need, and that is what we also requested from the government of Japan, state-of-the-art technology and the best expertise to help us to optimize the drainage situation in Great Paramaribo and Wanica. And that is the decision, and the experts came to Suriname with our local team. They made the final decision. So very soon, you will see the execution of the hydraulic works. Noor Mohamed zegt dat ondanks de overstromingen van het binnenland niet veel voorkomen, er toch heel snel aan de slag gegaan zal worden. In de eerste fase zal het budget goed in kaart worden gebracht. De schenking was in het kader van het Economic and Social Development Program ten behoeve van het mitigeren van de effecten van wateroverlast in Suriname.